Laat mij heel duidelijk aangeven dat wij al geruime tijd horen vanuit de regeringszijde dat er geen ander alternatief is en dat de president zelfs een stapje verder gaat. Dat jullie het moeten doen voorlopig met de arme president. En ik wil dat heel ernstig bestrijden. Vergeet u niet de diepe crisis waarin wij beland waren in de 80er jaren. Wij waren het alternatief om het land Suriname weer te redden. Vergeet u niet de diepe dal waarin de economische crisis en de crisis in het land terechtgekomen waren eind jaren 90 door dezelfde regering. Wij waren het alternatief om dit land weer te redden. Nu verkeert dit land jammer genoeg omdat men niet geleerd heeft uit de fouten van het verleden. Verkeren weer in een diepe dal met vele crises. Wij zijn het alternatief. Wij zullen het land weer redden. Alle verhalen die men vertelt van prijzen van olie op de internationale markt, prijzen van goud op de internationale markt die gedaald zijn en die impact hebben op staatsinkomsten, daar heb je een regeerbeleid voor. En het regeerbeleid heeft duidelijk deze ontwikkeling zien aankomen en onvoldoende hierop ingespeeld. Met als gevolg dat we naast die ontwikkeling van de internationale marktprijs, maar ook door het corruptief beleid, ook door het verspillend beleid, een grote uitgavenbeleid, zijn we vandaag beland in de crisis. We hebben ook voor hetere vuren gestaan nadat we hebben over moeten nemen situaties van bankroet. We hebben ervoor gezorgd dat die IMF-optie toch wel achterwege is gebleven. En dat we andere paden bewandeld hebben. U kent nog de zogenaamde nul-optie. Waarbij we wel bewezen hebben het land uit het slop te kunnen halen. Vandaag heeft de regering ervoor gezorgd dat wij op de knieën moeten gaan voor het IMF. Om ervoor te zorgen dat wij leningen kunnen krijgen vanuit buitenlandse organisaties. We vinden het bijzonder jammer. Wij kunnen constateren dat men niet om het IMF heen zou kunnen gaan en maatregelen zou moeten treffen die het volk enorm pijn zullen doen. Eerst zullen we zien verdere verhoging van prijzen in de winkels. We zullen zien verhoging van benzineprijzen, verhoging van elektra. Dames en heren, de AOV, de kinderbijslag, de pensioenen, de salarissen die we kregen, zijn binnen enkele weken zodanig geërodeerd dat je veel minder kan krijgen van je geld. De mensen die blij waren in 2010, dat ze verhoogde pensioenen konden krijgen, verhoogde AOV konden krijgen. Ik was zelf blij voor de mensen. Maar laten de mensen nagaan hoeveel zij met die SRD's toen in 2010 konden kopen en wat ze vandaag met die verhoging kunnen krijgen. Het is veel minder vandaag de dag. Surinamers zijn armer geworden. En daar hebben wij ernstig problemen mee als oppositie. Wat de regering bezig is te doen, is het IMF-programma uit te voeren. Maar ze durven dat niet concreet aan te geven, zodat we allemaal weten welke richting we op koersen. U moet begrijpen dat het IMF had voorgehouden om te devalueren, zwaar ook. En als u ziet, de richting waar men naartoe koers met de valutaveiling is systematisch devalueren. Ja? Om op de hoogte te komen, die is voorgesteld door het IMF. Verder heb ik hier aangekaart in het parlement dat men discussie in kleine kamers voeren om stroomtarieven te verhogen. En wij hebben hier aangegeven dat het volk dat niet in staat zal zijn om te kunnen betalen. Verdere benzineverhoging, saneren van het overheidsapparaat. Allemaal problemen die het volk mee geconfronteerd zal worden. Tot op heden is het de regering niet gelukt om een plan te komen waar wij allemaal hoop op zal hebben om te zeggen van het kan goed komen. We hopen dat dat heel binnenkort zal komen. Maar als dat niet het geval is, roepen we de regering op het mandaat terug te geven aan het volk. Ik heb ook een keer gezegd,
regering dat tot stand is gekomen is door bedrog. Want men heeft letterlijk het volk bedrogen. Men kan niet in stand, het kan niet te stand blijven, wat je ook doet. Het is een vloek van het volk. Je kunt opschrijven. Als deze regering het volhoudt tot 2018, dat is een wonder. Het probleem is, de meeste van ons werkt bij Landi. Landi de grootste werkgever. Men klaagt, waarom doen we dit niet, waarom doen we dat niet? En we vragen me, waarom doe je dat niet mee? Dacht, meneer, ik hoor rekening mee, ik ben bij Landi. Maar eens zal dit de angst moeten ophouden. Want we kunnen niet zo door blijven. Echt wel, als wij gaan, dan moeten we massaal gaan. We moeten het niet alleen aan de politiek overlaten, maar ook aan alle actoren, zoals de vakbeweging, het bedrijf, want iedereen voelt het aan. Dus niet alleen de politiek, maar iedereen moet zich dan gaan inzetten hoe wij deze regering moeten eruit zetten. Wij hebben gezegd dat er voldoende alternatieven zijn om het land te redden, die zijn ook aangereikt. En dat in ieder geval een valutaveiling niet nodig zou zijn, een IMF niet nodig zou zijn. Maar het beleid van deze regering is er één geweest om het land zodanig te besturen dat men het aangestuurd heeft naar een IMF-programma dat nu in feite onafwendbaar is. En we kijken uit naar hoe dat allemaal eruit gaat zien, maar ik wil wel bevestigen dat wij voldoende alternatieven hebben, voldoende voorstellen hebben. Wij maken ons klaar voor die regeerverantwoordelijkheid en wij als oppositiepartijen hebben het besluit genomen dat wij ons crisisplan klaar zullen hebben. En daar gaat u zien dat dit land wel te redden is met de deskundige Surinamer die we in dit land hebben, met een goede internationale samenwerking waarvan wij dat vertrouwen en de networking wel hebben en dat we in staat zijn de crisis te beheersen.